Welkom bij Museum Plantijn Moretus. Vandaag gaan we terug in de tijd naar een 13-jarige Rubens. Rubens die oefende, zoals heel veel meesters van die tijd, op basis van al voorheen gemaakte tekeningen van andere oude meesters. In dit geval gaan we vandaag een tekening maken gebaseerd op een tekening, op een gravure liever, van Hans Holbein. Als je nu die tekening van Rubens ziet en ik zeg, kom, we gaan die samen overtekenen. Misschien dat je dan denkt van, ja, maar die is super ingewikkeld en er is zoveel te zien. En dat klopt ook. Daarom is het belangrijk om enkele trucjes te hanteren. Ik heb de tekening hier naast mij liggen. En jullie kunnen de tekening zelf downloaden op de website. En dan kan je ze afprinten of overtekenen van op je computer. Het belangrijkste is dat we eigenlijk even vergeten wat we gaan tekenen. We gaan op een hele andere manier kijken naar ons onderwerp. En voornamelijk naar de vormen en de lijnen. En niet zozeer ons bezighouden met wat we denken dat we gaan tekenen. Een trucje dat daarbij kan helpen is door uw voorbeeld ondersteboven te leggen. Een andere truc is om een griet op je blad te zetten, zoals ik heb gedaan. Met een griet, dus eigenlijk vergelijkbaar met een ruitjespapier. Let er wel op dat uw griet uit vierkantjes bestaat en niet uit rechthoekjes, want anders wordt het super ingewikkeld en vierkantjes zijn best simpel. Hetzelfde griet met dezelfde formaatjes, ik heb nu gekozen voor 1 op 1 centimeter, heb ik ook op het voorbeeld dat ik ga aftekenen gezet. Waarom? Op die manier kan ik continu van het ene beeld op mijn blanco beeld gaan vergelijken. Als we bijvoorbeeld kijken in onze originele afbeelding, dan zal er op deze plaats, in de originele tekening, zullen we hier ongeveer de taille van onze ridder zien. Doordat wij hier een griet hebben, kunnen we kijken, oké, wat gebeurt er nu ten opzichte van ridder zijn taille? Horizontaal gezien op dezelfde lijn, dezelfde hoogte op dit punt. En omdat we hetzelfde griet op onze originele afbeelding hebben geplaatst, kunnen we eigenlijk heel makkelijk volgen. Ook omdat de lans op dezelfde plek zich ongeveer positioneert als de taille van de ridder. En we gaan helemaal volgen naar rechts en zien we dat het hand van de dood ongeveer op dezelfde hoogte als die taille van de ridder hier zou bevinden. Dan kunnen we gaan kijken, wat gebeurt er nu als we omhoog gaan ter hoogte van ons hand van de dood en dan komen we ongeveer bij zijn mouw terecht. En als we dan nog hoger gaan, zullen we bij die wolken komen. En op deze manier gaan we starten met schetsen. Idealiter beginnen we centraal in een tekening, zoals ik nu al refereerde naar de lans, die beide figuren eigenlijk vast hebben en onze compositie in twee verdelen. Ik ga beginnen tekenen met een heel gewoon potlood. Het is een HB-potlood. Dat heeft te maken, HB, met de hardheid en de zwartheid van je potlood. HB-potlood is een heel normaal potlood dat jullie normaal gezien allemaal wel ergens in een schuif gaan hebben liggen. Als we ons potlood recht zouden vasthouden en ik maak een lijn, dan hebben we de neiging om veel harder te duwen. En dan wordt onze streep heel scherp. Als ik mijn potlood heel laag hou en ik ga niet hard duwen, dan krijg je een veel dikkere lijn en veel zachter. Zoals al eerder gezegd, staan die vierkantjes hier zoals bijna als een schaakspel ons te helpen en te kijken, oké, als ik nu ga tellen 1, 2, 3, 4 naar rechts en dan 1, 2, 3, 4 naar onder, wat gebeurt er dan op mijn originele pagina? Dan ga ik hier 1, 2, 3, 4. En dan zie ik dat we bij het stukje arm zijn
van onze ridder. Dus die zet ik hier al in een lijntje op. Ik zie dat de arm van mijn ridder bijna volledig hier in zo'n balkje, precies Tetris, in zo'n balk past. Zijn hand waarmee hij zijn zwaard vast heeft, komt hier boven piepen. Is het iets overweldigends, dan kan je ook ervoor kiezen om een klein fragment uit de originele tekening te halen en daarmee te starten. Trucje is, als je van je computer gaat aftekenen, leg je gewoon je tekenblad op je computer. Je licht super helder en dan kan je de grove lijnen al gaan overtekenen van je computer. Heel belangrijk als we iets gaan tekenen, zoals de ridder in de dood van Rubens, is om ons nog niet dood te staren op de details, maar eerst te gaan kijken naar de grote lijnen. Wat zijn de grote vlakken die we zien? Wat zijn de grote figuren die we zien? Daarmee is het ook een ander hulpsteuntje om een soort van hoofdvormen, oervormen, archetypes noemen ze dat ook wel, zoals driehoeken, rechthoeken, vierkanten, terug te gaan zoeken in ons origineel.
ik ondertussen de grote lijnen heel schetsmatig met de losse pols op mijn tekening gezet. En dit is vooral een leuke oefening om ook gewoon op te warmen en te gaan kijken hoe andere tekenaars hun tekening opbouwen. Ik heb hier mijn stukje kneedgom. Ik vind bijvoorbeeld hier de zone rond de buik van de ridder iets te grof geschetst en ik heb geen overzicht meer. Ik weet niet meer welke lijn waar moet, welke lijn juist is, welke lijn fout is. Dus dan ga ik een aantal lijnen weggommen, puur om terug voor mijzelf overzicht te creëren. Nu ga ik in een soort van volgende fase belanden, waarbij ik voornamelijk mijn details aan de hand van arceringen ga aanbrengen. Daarvoor vind ik het belangrijk dat mijn punt lekker scherp is. Dus die ga ik eerst en vooral bijslijpen. Als we gaan arceren, is het ook belangrijk om eerst een beetje te oefenen voor jezelf, zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. Soms zit het verschil echt pas in de kleine variatie aan manier waarop dat je gaat arceren. Bijvoorbeeld bij de pluimen van de ridder zie je dat er eigenlijk een soortgelijke arceringsmethode is gebruikt dan bij de wolken. Het enige verschil is dat bij die wolken de contourlijnen meer zijn geaccentueerd dan bij de pluimen, waardoor je links meer het pluimerig gevoel krijgt, omdat er iets meer ruimte is overgehouden dan bij die wolken. En zo kan je heel lang kijken naar die tekening en zie je dat Rubens echt heel veel soorten arcering heeft gebruikt. Nu ga ik stilaan beginnen met de accenten leggen die ik zelf belangrijk vind. Want het is mijn variatie op de tekening van Rubens. Het is eigenlijk een doorgeeftekening, want jullie gaan dan ook weer jullie variatie maken. Thank you.
Net zoals in de tekening van Rubens zijn er sommige delen iets harder gearseerd dan andere en daardoor ontstaat er ook diepte. Dat kan ook helpen om te zien of dat uw vormen er juist uitzien. Door de focus te leggen op die hele donkere gearseerde delen, zullen de iets lichtere delen eruit poppen en dan ga je ook iets makkelijker terugzien of uw vormen kloppen of niet. Zoals je ziet, zou ik wel nog een tijdje kunnen doorgaan. Ik zou ervoor kunnen kiezen om nu met Oost-Indische ink bijvoorbeeld mijn volledige tekening af te werken en dan alles uit te gommen of het zo te laten in mijn potlood. Ik ga het zo laten in potlood alvast. Je zou er nu ook voor kunnen kiezen om je eigen handtekeningen op te zetten, want uiteindelijk is het jouw eigen variatie. Het voordeel van iets overtekenen heeft te maken met het gewoon aangaan, met het decoderen van iemand anders zijn techniek. En daaruit ga je altijd iets van jezelf leren. Ik zou het alleen maar aanraden. Ik wens jullie alvast heel veel plezier. En niet vergeet, het belangrijkste is om het gewoon te proberen. Laat je niet afschrikken. Veel plezier.